Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe zijn jullie hier terechtgekomen op de woonboot? Advertentie, hè? Ja, via makelaar. Tenminste, stond in de krant of zo. Maar dan moeten we weg, omdat we een stukje onder de brug liggen. Dat mag niet meer sinds er een brand is geweest. De Utrechtse brug is toen een ark in de fik gevlogen. Toen was het hele wegdek naar zijn moer eigenlijk. Dus toen is die brug een paar dagen dicht geweest. Sinds die tijd mogen er geen arken meer onder de brug liggen in Amsterdam. Maar we hebben het wel gekocht. Dus, zwart-wit. Ja. Dus. Nou, en hun zeggen, je koopt niks. Dat wordt nog wel even een gevecht. Waar woonde u hiervoor? In de Pijp. We hebben daar 21 jaar een eetcafé gehad. Okay. Dus dat was Kat in Bakkie. En toen zijn we gestopt en toen hadden we net deze plek gekocht. En nou heb je hier rust en je gaat 5 minuten de brug over en je bent midden in de stad dus. En je ligt hier lekker. We hebben ook een sloep voor de deur. In de Pijp heb je dus geen... Jawel, liggen er ook, ja. Maar die waren niet te koop of zo? Ja, maar in zo'n gracht zou ik ook niet willen ook liggen. Nee, nee, met al die... Met al die auto's meteen voor je deur. En die junken en zo. En die fietsen en weet ik veel, wat voor troep altijd. Nee, en er is altijd wat te zien op dat water. Ja. Dat is heel gek. Net als met een open hart zit je ook altijd naar die vlammetjes te kijken. En dat is met water ook. Dan zie je nou helemaal die beesten allemaal. Er komen nou weer allemaal nieuwe beesten bij. Eenden en zo, die je nog nooit gezien hebt. Vissen, die als het water heel helder is. Zouden jullie hier ooit weer weggaan? Nee, niet. Ik zit er nog wel eens aan te denken. Kijk, je wordt ook een dagje ouder. Ik zit er wel eens aan te denken om alles weer te gaan verkopen. En dan een klein appartementje. En dan lekker gaan leven nog. Misschien 10 jaar dat je nog hebt. En lekker gaan reizen en overwinteren en weet ik veel. Dus dat is nog een leuke issue. Dat zit wel in mijn hoofd, ja. Mooi appartementje, alles gelijkvloers. Dat zien we wel tegen die tijd. Dankjewel voor het gesprek. Graag gedaan.